vond je van de wedstrijd? Van de wedstrijd vond ik, in principe vond ik dit een prima wedstrijd, goede teamprestatie. Niet gek laten maken in deze heksenketen tot 80.000 man op de tribune. Kijk, je maakt hier van alles mee. Supporter op het veld, trainer op het veld, scheidsrechter die je net tegen hebt. Lijkt naar matchfixing, maar daar kan je allemaal niks van zeggen. Maar ja, in principe is dit gewoon een teamsport. En hebben wij gewoon laten zien met het team. En ja, ik vind dit gewoon eigenlijk wel een kampioenswedstrijd. En ik verwacht ook gewoon dat wij in de top 3 eindigen. En ik zou erg teleurgesteld zijn als wij dat niet, slag ja, niet bereiken. En dan, als wij ook de top 3 niet bereiken, durf ik nu ook te zeggen, gaan we gewoon koppen rollen. Punt. Ja, logisch. Nou, twee wedstrijden, 6 punten. Ja, 100% scoren. Ja, en dan zo'n scheids vandaag. Wat vind je, even terug te komen op die scheids. Wat gebeurde er nou? Ja, kijk, in principe gebeurt er niet zoveel. We maken zelf ook een paar domme overtredingen. Maar ja, het blijft een sport. Ja, het blijft gewoon een contactsport. En ja, je hebt gewoon bepaalde spelers in je team die niet met die druk omgaan. Kijk, die lopen gewoon zelf het veld af, blijven in het veld staan, worden ontslagen. Ja, weet je allemaal niet. Nee. Ja, je moet gewoon cool blijven. Dat hebben we in principe met Timo al goed gedaan. Oké, okay, nou, top. René inderdaad rode kaart. Gele kaart, 10 minuten eruit. Ja, terug bij Von Velzen. Wat vond jij van de gele kaart van René? René moest 10 minuten uit. Wat vind je ervan? Ja, zwaar onterecht. Die jongen deed helemaal niks. Ik vond het zwaar overtrokken van de scheids, maar dat was wel een beetje kenmerkend. Ja, maar ik moet daar even een hele kleine kanttekening bij maken. René Koster die heeft natuurlijk wel bepaalde woorden gebezigd die niet kunnen. Niet op het voetbal, ook niet in de vol. Hij begon ook over AZC's, weet je wel. Lichtgevoelig hier in de regio. Ja. Dan moet je, kijk, weet je, René Koster is gewoon begonnen over AZC's, baffen. En iets met anale seks met dode dieren. Dat ligt hier gewoon gevoelig. Moet je niet doen. En het begint natuurlijk al bij het begin van René Koster. Dat hij hier terrein komt met.